Oké, ik, ik ging dus naar buiten, ik ging naar de Bart Smit, ik kocht een nieuwe kabel voor mijn microfoon en ik skateboardde terug naar huis. Ik heb een nieuw board, fucking vet. Het is een Paolo Peralta board van de Bones Brigade. Als je niet weet waarover ik het heb, dan klinkt het waarschijnlijk gewoon als Chinees. Maar het board is fucking vet. Hij rijdt ook fucking smooth. Vandaag is het tijd voor een nieuwe video. Dus jongens, doe zeker een duimpje omhoog door de vette video. En ja, gewoon liken. Ik ben Acid en ik zag bij zoveel likes ben ik blij. Dus like gewoon. Ja, let's go. Ja? Kijkers van mijn kanaal, ik ben Acid, Nathan, 16 jaar, ik maak video's op internet omdat ik geleven heb. Maar dus, ik ben eigenlijk een game kanaal en origineel maak ik ook game video's. Maar veel mensen zeggen, hi Acid, maak nog eens een game video man. Omdat ik natuurlijk erg veel werk in de zomer heb ik nooit echt tijd om te gamen. Maar speciaal voor jullie ga ik nu toch een klein stukje gamen. Holy shit, oh oh oh, kill, ja, oh shit, nuclear, oh shit, wow, oh shit, killstreak activated, holy shit. Dit spel is amazing, holy shit. Oké, dat was weer het gamen voor vandaag. Vond jij het leuk, dan zeker duimpje omhoog op deze nieuwe game video. Waarom lijken mijn ideeën altijd zoveel leuker in mijn hoofd dan in het echt? Ik bedank mij dat zo het idee om iets te doen terwijl ik de video al aan het maken ben. En dan doe ik het in de video en dan is het eigenlijk echt niet meer zo grappig. Ik weet niet hoe kut dat is, maar dat gevoel is best kut. Oké, maar het is tijd om echt te beginnen aan de video. Jongens, ik ga naar mijn kamer. We gaan een leuke video van maken. Let's do this. Duplo. Holy shit. Hey, ik heb warm. Het is de dag dat ik niet moet werken en het is nu zaterdag en het is warm. Dat boeit jullie waarschijnlijk niks, maar oké. Deze video komt toch waarschijnlijk maar 10 jaar nadat ik hem heb gemaakt online. Oké. Oké, vandaag is het een heel speciaal dag, want vandaag is het een heel speciaal dag. Deze video noemt de naakte waarheid met een reden. Ik ga weer zeggen hoe fucked ik alles vind. Jullie kennen het allemaal wel, de Don't Judge a Book by its Cover Challenge. Holy shit! Ik heb dus ook zo'n challenge gemaakt. Ja, kijk er maar naar. Ik heb deze video heel ludiek gemaakt. Dat zie je ook. Ik meen dat niet. Voor de mensen die het nog niet weten. Ik meen niet wat ik doe in deze video. Ik vind het onderwerp gewoon een beetje kut van dit soort video's. Want alle mensen die deze video maken, zijn mensen die aantrekkelijk zijn. Maar dat is niet de bedoeling van de challenge. Zoals je ziet had ik op mijn gezicht ook allemaal bollen en een unibrow en allemaal bollen getekend. Die bollen stellen puisten voor. Ik heb geen puisten. Al die mensen die de challenge doen, hebben ook geen puisten. Maar er zijn mensen op de wereld die volstaan met puistjes. En die het niet met één keer zo te doen wegkrijgen van hun gezicht. Door die challenge te doen, druk je het alleen nog meer uit hoe belangrijk je uiterlijk is. Dus door die challenge maak je het eigenlijk nog erger voor de mensen die onzeker zijn over hun uiterlijk. Om nog onzekerder te worden. Want de challenge wordt alleen maar gedaan door mensen die wel zo kunnen doen. En dan hebben ze mooi gezicht. Omdat ze gewoon naturel een mooi gezicht hebben. Kijk, ik heb hier nu spray. Oké, let go. Oh fuck! Oh holy shit, de zonne... Oh fuck, de zonnecreme. What the fuck, heb ik net op mijn gezicht gespoten? Er is gezichtsolie. Het is geen zonnecreme. Oh, wat doe ik toch weer allemaal? Oké, maar dat wil ik dus gewoon even zeggen. Als jij de Don't Judge Challenge hebt gedaan, oké. Dan heb je dat gedaan. Grappig. Voor de mensen die het nog niet weten, ik livestream nu ook veel vaker. Omdat ik het leuk vind, omdat ik het kan met mijn computer. En omdat het zomervakantie is, dus ik kan zo laat opblijven als ik wil. Check dan zeker even in de beschrijving. Daar staat mijn Twitch channel. Follow me. Download de Twitch app. En als ik live ga, krijg je altijd een melding. Hey, jij! Ja. Weet jij al dat ik een nieuwe video heb gemaakt? Als jij dat weet, like dan even de video. Ik had langer moeten nadenken over deze video. Ik dacht dat ik gewoon weer voor mijn camera ging kunnen staan en kunnen praten voor een paar minuten. Is dus niet het geval. Ik heb hier een hele mooie rol inpakpapier van Kerstmis. En daar zien jullie een familie op stap in Blankenbergen. En een jongetje die stoer doet in een go-kart. Wat gaat hij doen? Gaat hij rond? Oh my god, daar gaat hij.
Daar gaat hij jongens. Oh my god. Die mensen hebben sowieso een geweldige tijd in Blankenbergen. Want Blankenbergen is gewoon een geweldige stad. Ik heb echt niks nuttig te doen in mijn leven. Elke keer als ik livestream doe ik de condom challenge, dan doet mijn neus altijd fucking veel pijn. Ik bedoel, ik doe zoveel in mijn leven dat ik daarnet gewoon dit spel nog heb gespeeld op mijn PSP. Ik heb ook dit spel, maar dit spel heb ik niet gespeeld. Eigenlijk wel, maar niet nu, snap je? Ik heb laatst ook mijn oude Toy Story speelgoed teruggevonden. En dat is gewoon fucking awesome. Vroeger speelde ik hier fucking veel mee. Ik kan ook spreken. I am Buzz Lightyear. I come in peace. Fucking amazing. Oké, dat was dat. En dit was dit. Bedankt op het kijken naar deze video. Vond jij het leuk? Dan zeker een duimpje omhoog. Ik zie jullie binnenkort met een nieuwe video. Waar ik dan wel een... Oh my god. Oh, deze video was weer zo fucked up. Ik ben echt zitten en ik zou zeggen, ik neem nog een slokje. Red Bull. Adios, bitches. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb geprobeerd er nog iets leuk van te maken. Waarschijnlijk vonden jullie het kut, maar oké. Lego. En by the way, like.